Hey guys, welkom bij Eindbazen. Je kijkt vandaag naar een nieuwe aflevering van The Sims 4. De Eindbazen Sims. Ik ben Remco. Ik ben Frank. En let's do the shine. Even kijken hoor, spelen. Het is een tijd geleden dat we hiermee begonnen zijn. En het leek ons tijd voor weer even een nieuwe aflevering. Laten we eens kijken wat Frank en Remco in de tussentijd aan het doen zijn in de Sims wereld. Oh, je bent speels. Nee, niet alweer. Speels, hè? Niet flutterig. Ik zat te denken... Was nog roze. Ik zat trouwens te denken om vandaag even langs de sportschool te gaan of zo met jou. Of even kijken hoor. Nou, ze zijn jou. Waarom loop ik nou weer in mijn onderbroek? Oeh, erop losgaan. Erop losgaan, wat? What the fuck? Hey, op losslaan, hè? Oh, op losslaan. Nee, dat was wat verslag. Gek doen. Nee, niet gek doen. Niet doen. Doe maar niet, laat maar lekker drinken. En ze blazen is een beetje... Ga eens even lekker naar de wc, jongen. Je zit alweer doelloos voor de tv. Jij doet ook geen ene reet, hè? Je zit alleen maar achter de tv, hè? Nee, natuurlijk niet. Hij staat naast onder de douche, ik weet niet, hoor. Ah, is your phone. Even kijken hoor. Ah, ik zie het al. Reizen. Eens even kijken waar we heen kunnen gaan. We kunnen even naar de club. Sportschool. Of sportschool. De sportschool laat op zich wacht. Ja. Wat gaat Frank doen? Frank gaat een beetje gewicht hebben. Trainen. En dan gaan we praten met deze lelijke chick. We wachten wel tot er wat lekkers langskomt voor Frank. Ja, we moeten weer naar de blaas. Hebben ze hier een wc? Ja, boven. Oké. Denk ik. Ja. Ah, dat is nice. Ja. Ah, je zit wel te flirten. Onzinnige roddel verspreiden, slecht nog meer, meer keuzes. Vriendelijk. We gaan even... interesses bespreken. Ah, dat ging niet goed, jongen. Nee, joh, dat was de plaaggeest. Ah, de plaaggeest vindt ze niet leuk. Je hebt er moeite mee. Zwakkeling. Oké, laten we het even een beetje sneller doorspoelen, want zo gaat het wel heel erg lang duren. Ja, je hebt wel wat body strength erbij. Een goede training. Zo, die gaat er ook op los. Zo, die stinkt. Zo, er staat een grote douche na. Even langs gaan. Ah, dat gaat weer niet. Die ging ook iets te snel. Oh, daar is wat loop. Misschien. Ah, dat is misschien wel een aardige introductie. Praat eens even met mevrouw Goedhart. Compliment. Oprecht compliment geven. Ah, ze is alweer weg. Nee, ze is boven aan de douche. Oh, het gaat een beetje snel allemaal. Waar ben je, Frank? Ik moet denk ik even douchen. Oh ja, ik denk dat je even moet douchen inderdaad. Zo, die wc is lekker vies. Wie heeft je te poepen dan? Jij zeker? Ja, er is hier geweest in dat ding stinkt gelijk. Zo te zien heb ik de mot nog aanstaan dat jij alle mensen naakt ziet. Oké, lekker kindvriendelijk weer en zo. Laten we nog even een keer trainen. Ja, hij wil zo dadelijk slapen. Kijk. Oh, je bent een beetje moe. Hij zit zagrijnen. Dan gaan we hierna weer terug naar huis. Oké. Okay. Dan gaan we lekker reizen en dan gaan we terug naar huis. Oh, je hebt alweer een nieuw iemand leren kennen. Even kijken hoor. Bodybuilder. Gaan we lekker slapen, jongen. Nee, die van jou doet lekker veel. Die zit daar de hele dag die moet zijn computer. Moet zijn computerskills trainen. Programmeren over een beetje gamen. Doe maar deze. Ga toch geen sim spelen, joh. Ongemakkelijk. Volgens mij moet je even naar de wc gaan, jongen. Je kan toch zelf ook wel bepalen dat je naar de wc moet. Daar doe het in je broek. Kom, even naar de wc. Met zijn broek aan. Ja, joh, dat doen we gewoon met ons broek aan.
Ja, dat is nieuw. Nou, dan gaat hij op de bank liggen slapen. Wow, jij moet even naar de wc, jongen. Dan stinkt hij dadelijk weer. Wat doe je daar in je broek? Heel ongemakkelijk. Oké. Oh, ook met je boxer aan. Lekker hoor. Oh, je hebt al eten, gaat zien. Kom in. Ik heb een... pussy. Wat? Oké. Dat had ik niet achter je gezocht, jongen. Ah, yes. Ik ben weer flirterig. Hoezo? Oh, man. Je zat onder een douche en weer flirterig. Ja. En je hebt alweer honger. Je hebt net gegeten. Snelle maaltijd eten. Ik heb altijd honger. Waarom voel je je ongemakkelijk? Oh, je hebt niet echt sociaal contact. Oh yeah. Nou, volgens mij... Of hoe lang moet ik werken? Ik weet niet. Volgens mij gaan ze zo vanzelf naar hun werk. Nou, we doen even bro-shine op de bank, weet je toch? Ga ze weer zitten lullen. Waarom ben je nou een flirterig, goos? Ik ben geïnspireerd. Laat me mijn shit doen. Tijd voor werk, kom op. Oh, nee. Ga maar gewoon lekker naar je werk. Nou, dan gaat de tijd lekker snel. Misschien dat we daar trouwens even een schoonmaakstentje in moeten huren. Als we wat geld hebben. Ja. Toch? Luiheid, hè? Telefoon. Een dienst inhuren. Nou, dat kan natuurlijk niet, want je bent nieuw op werk. We moeten natuurlijk wel even een chickie zien scoren voor Frank, want anders blijft hij maar flirterig als hij met mij praat. Dat willen we niet hebben. Ja, we zijn vrij. Zo. Werd wel eens een keertje tijd. Een dienst inhuren. Eenmalig schoonmaker, regelmatig schoonmaker. 20 euro per uur. Wat? Ah, maar we hebben wel weer wat doekoes, dus dat kan nu mooi. Jij bent ongemakkelijk, je hebt energie nodig, dus we gaan even slapen. Ik ga ook slapen. Hoe vaak komt diegene eigenlijk? Weet ik niet. Anders zijn we heel snel arm. Komt op woensdag. Oké, schoonmaak komt op woensdag. Nou, het scheelt voor ons, we hoeven in ieder geval niet op te ruimen. Er zijn wel twee saaie flikkers, zeg, jezus. Alleen maar te slapen. Slapen, gamen en... Ja, een beetje real life, hè? Ja. Niks anders aan. Koken. Ik ga niet... Nee, ja, jij doet de hamburger taart. Oh, die was een beetje duur. Joh. Dat is heel ongemakkelijk. Wat willen jullie nou, joh? Doe het anders lekker allemaal eten. Zelf. Even reizen hier, hè. In je onderbroek. Nou, mijn pantoffeltjes zijn epic. Oh, jij hebt ze ook. Serieus? Jij hoeft nog niks gegeten. Maakt niet uit. Ga even uit. Even kijken of iemand kan ontmoeten, snel. Ah, nou, je kan je vast wat eten, jongen. Dus daar niet zo aan. Ik wil graag... aardige introductie en een drankje bestellen. Dat zal vast... sap met ijs. Nou, dan gaan we even kijken of we dit gietje kunnen versieren. Femke Bakker. Hebben we niet gewoon normaal iets? Vriendelijk. Samen zitten. Zou dat werken, denk je? Huppakee. Ja, ik heb geen idee. Oké. Zij loopt gewoon achter de bar. Chips bestellen, ik heb honger, jongen. Mooi. Mooie hoed, hè, Femke. Oh yeah. Frank heeft wat actie gehad. Hij gaat gelijk over handboeien praten. Wat de... Viesbeuk. Ja. Kom. Maar je wordt niet flirterig bij vrouwen, wat is dat? Nou, dat komt omdat je ons in één huis hebt gezet. Burgen. Ik denk dat daar nog geen tijd voor is.
Buitensporig, vragen om samen iets te doen, versierdruk, roddelen, laten we allemaal even niet doen. Gewoon even vriendelijk blijven. Tot nu toe ben ik niet zo goed in om mensen te versieren. Weet je, dan ga ik nog een beetje flirten. Zo, ze krijgt er warm van. Ja, nu wordt hij eindelijk flirterig. Handen kussen. Jij moet ook een beetje naar de wc, jongen. Ja, eerst die handen. Ik hoor hem. Wat? Oh, ze gaat weg. Kan je dan niet beter gaan naar huis gaan, jongen? Maar maakt niet uit, dan bellen we er later op en dan... ben ik trouwens vergeten naar moeten wij niet werken? Oh, over 4 uur pas. Oh, genoeg tijd om te slapen en zo. Ja, joh. Nou, dan heb je wel de nummer. Kan je vragen of ze langskomt? Dan moet je mij even wegzien. Ik zal even bellen. Ja, ja, Frank is weer flirterig. Het zal als een keer niet zo zijn. Dankzij de nieuwe fitnessvaardigheden kan Remco... Van Remco kan hij verschillende trainingen uitvoeren. Wat heb ik gedaan, man? Waar vraagt ze die zooi eigenlijk op de grond? Omdat ze toch een schoonmaakster hebben. Die dadelijk langskomt. En ons leven gaat erover. Hoppa, gaan ze weer naar werk. Oh, kijk, nu gaat de tijd wel snel. Fitnesstechniek bespreken. Ah, promotie. Ah, nice. Kwaliteitsbeheer. Nice. Ongelooflijk. Ja, dan gaan we opeens meer geld verdienen, jongen. Jij bent weer in de nacht actief. Ja. Ja. Hebben we eigenlijk een telefoon in dat huis? Heb je niet nodig, want je hebt je mobiele telefoon. Ah, ja. Ik heb hier toch ook geen telefoon in huis? Wie heeft er nou tegenwoordig nog een huistelefoon, jongen? Elektriciteit is afgesloten, betaal je rekening? Ja, je moet naar de brievenbus. Oh. Ja, weet ik dat. Zo, echt. Het gebeurt ben je het echt nou nooit. Nee. Oh, je wilde slapen, mag ook. Nou, niet zo snel in ieder geval. Oh, ja, tuurlijk, de wc is kapot, hè. Ja, je hebt hem weer gesloopt. Oké. Okay. Ja, moet ik het gaan dweilen? Ja, jij moet mijn pis opruimen, jongen. Jij moet het weer gaan dweilen, tuurlijk. Hey, gozer, je moet gaan slapen. Je moet eigenlijk naar werk. Hij gaat een dutje doen. Ja, dat is ook goed, als je maar wat energie erbij krijgt. Volgens mij moet je aan je werk gaan, jongen. Ah, daar gaat hij al. Nee, wat is dat nou weer? Is dat onze schoonmaker? Ranjit! Ranjit! Ah, ja, natuurlijk, ik kom weer te laat op werk. Is niet zo goed, hè, Frank? Nou ja, ik ben toch gepromoveerd. Bugmeldingen. Frank heeft net een stuk software onder ogen gekregen voor bugs. Hij kan er flink voor gaan zitten en al deze bugs zelf rapporteren of zijn ijverige collega van overtuigen om deze taak op zich te nemen. Hij gaat de hete aardappel doorspelen. Serieus? Ja, soms is dat een goede keuze, hè. Dat krijg je dan later te horen. De collega van Frank stond precies zoals hij gedacht had te trappelen om die bugs met de grond geluid te maken. Gelijk. Oké. Okay. Ja. En is heel wat uurtjes bezig met het melden. Daar hebben de collega en Frank beide profijt van. Zie je? Juist. Waarom ben ik nou weer gespannen? Ja, ik was net ook gespannen. Ga lekker in bad of ontspan je voor de tv. Kan je die vragen of ze langskomt? Huidig rond Femke Bakker. Jongen, jij blijft Femke Bakker bellen. Wie is dat? Femke Bakker. Ze gaat gewoon achter mijn computer zitten, serieus? Oké. Okay. Lekker aantrekking bekennen. Ah, dat vond ze niet zo leuk. Nee, natuurlijk niet. Super herstel. Oh, ik moet slapen, ik moet dadelijk ook nog naar werk toe. Ah joh, je kan het wel tegelijk. Laten we maar een beetje vriendelijk doen, want... Nou, hoe deze date afloopt, zien jullie in de volgende aflevering. Ik hoop dan ook eindelijk wat om aan onze persoonlijke doelen te doen. Want dat hebben we nog niet echt veel kunnen doen.
En dan zullen jullie zien hoe Remco nog een hele aflevering doorslaapt. En dan Frank probeert chickies te scoren. Dus als je het leuk vond, laat even een likeje achter. En don't forget to subscribe natuurlijk. En dan zien we jullie in de volgende aflevering van Eindbasis Sims. Later! Later!